Mijn naam is Maarten Roosink. Wij melken hier 65 melkkoeien met een Gea Dairy robot in Dwingelo. Wij hebben hier 40 hectare grond bij ons bedrijf. Volledige beweiding die we hier toepassen, zoveel mogelijk wat kan. We hebben alles in balans. Daarnaast hebben we hier nog een neeftak in de vorm van een zorgbedrijf. En werkt nog part-time. Dus dat is een beetje in het kort wat wij hier doen. Tot 2008 hebben we altijd gemolken in een 2x4 visgraat uit de jaren 70. Dus die was wel helemaal af. Mond niet goed meer, dus dat ging niet meer. Blijven we verder met een traditionele melkstal melken? Of gaan we over op automatisch melken? De investering voor een heel nieuw melkgebouw, dus melkinstallatie, die was gewoon vele malen duurder dan de aanschaf van een tweedehands melkrobot. Die robot die we destijds kochten, die was gewoon op economisch op afgeschreven. Dus de onderhoudskosten die namen steeds meer toe. Dat bracht ons er wel toe om toch eens te kijken naar een nieuwe robot waar we ook de komende paar jaar meer zekerheid hebben op gewoon minder storingen. En dat is ook wel gebleken. Gea die sprak ons aan vanwege meerdere zaken. Ik wilde weer graag de mogelijkheid om een dier handmatig aan te sluiten. Dus als je een vaasje inmeldt, dat je die rustig de eerste 2-3 keer rustig kan aansluiten. En dat zo'n beetje ook rustig kan wennen aan het hele melkproces. Dat vond ik een heel goed voordeel. Daarnaast natuurlijk de verdiepte melkput waar Gea natuurlijk ook gewoon onbekend staat. Je kunt hier ook gewoon staan achter het dier. Je kunt hier behandelingen uitvoeren. Een koe droog zetten, maar ook onderhoud zelf uitvoeren. Je hebt alles op werkhoogte. Dat zijn wel hele goede punten. Daarnaast het proces van dat alles in de beker gebeurt. Dus het dier wordt aangesloten, de speen wordt voorgewassen, voorgestraald, gemolken. Daarna wordt de speen bovenin de beker gedipt. Dus dat alles gebeurt binnen dezelfde beker in één aansluitproces. Dus dat is eigenlijk ook een heel mooi compact systeem. Wat ons eigenlijk ook wel hartstikke goed bevalt. Het is eigenlijk heel simpel, maar ook wel heel inventief uitgedacht. We kunnen nu gewoon volledige weidegang toepassen. En de melkingen die blijven nog wel mooi in de benen met 2,7. De weidepoort gaat open 's morgens om 8 uur. En 's avonds dan rond uur of 7 haal ik de laatste koeien op. En dan heeft de robot eigenlijk weinig stilgestaan. Wij wilden iets meer grip hebben op de uiengezondheid. Dat kunnen volgen op kwartierniveau naast geleiding. Ook graag weten nou, wat is het celgetal na iedere melking. Waarom? We willen natuurlijk steeds minder antibiotica gebruiken. Dus als je er gewoon de korter op de bal zit, dan kun je met andere middelen toch nog zien dat je zonder antibiotica je uiengezondheid in de benen houdt. Dus wat doet dan die celgetalmeting? Na iedere melking registreert hij gewoon precies wat het celgetal is geweest van die melking van die speens op kwartierniveau. Je kunt het nu veel beter volgen. 'S Ochtends er voeren, boksen schoonmaken, staan de koeien vast. Loop je attentiekoeien langs en dan kijk je dus ook naar de celgetal en de uiengezondheid in het algemeen. En dan 's avonds doe je dat dan nog een keer. Tussendoor ga ik geen koeien halen, dan moet je gewoon met rust laten. 2 vaste momenten en daarna gewoon rust. Want je moet ze niet overmatig dieren gaan halen, want dan gaan ze aan jou wennen. Maar ze moeten zelf naar de robot blijven toekomen. Wat de toekomst betreft melken we hier nu gewoon nog mooi zo een poosje door. Voorlopig hebben we alles gewoon mooi zo in balans. En kunnen met veel werkplezier de komende jaren tegemoet.